Hoi iedereen, jullie hebben waarschijnlijk op deze video geklikt door de tekst. Ik zit nu al echt heel lang tegen deze video aan te hikken eigenlijk. Omdat ik er niet zoveel zin in heb om het te maken. Maar ik moet het toch met jullie delen. Dus ja, ik zal het nu maar gewoon gaan vertellen. Waarschijnlijk hebben jullie het niet zien aankomen. Maar ik heb Sheila verkocht. Ze is nu officieel verkocht. Ik heb dit expres niet laten weten, omdat ik dat zelf gewoon niet wou. Ik heb haar 3 weken geleden, hebben we haar weggebracht naar iemand die er voor mij heeft verkocht. Want ik vond het zelf heel moeilijk en ik kon het gewoon niet aan om dat zelf te gaan doen. Dus we hebben daar haar 3 weken dus heen gebracht. En nu is ze verkocht. Dus ik ben blij dat ze verkocht is. Naar een heel goed huisje, gelukkig. En ook wel weer verdrietig. Maar ik zal ook eigenlijk even vertellen waarom eigenlijk. Ik heb er al zo lang over na zitten denken, sinds december al. Sheila is echt een schat van een paard. Ze is echt zo lief. Met grondwerk klikte het vrij stuur. Behalve met het rijden, dat klikte niet. Het was gewoon niks voor mij eigenlijk. En ik vind het zonde om haar te houden. Want met mijn intentie was, ik wil gewoon lekker rijden. En gewoon lekker relaxed. En als dat voor mij niet goed voelt, ja, weet je, daarvoor heb ik haar ook niet gekocht. En ik heb hier ook 3 andere ponies staan die niet gereden kunnen worden, waar ik vrij essentieel mee doe. En het is gewoon zonde om haar dan te houden, terwijl ze bij iemand anders dan wel gewoon lekker kan gaan rijden. Daarom heb ik besloten om haar te verkopen. Het heeft toch heel erg lang geduurd, totdat ik echt zoiets had van we gaan haar verkopen. Ik heb er heel lang over nagedacht. Alleen, ik denk wel dat het is gewoon de beste keuze is. Voor mij en voor haar. Ze is echt super lief. Maar je moet soms keuzes maken. En dat heb ik gedaan. En ik denk dat het een goede beslissing is geweest. Want Sheila vindt het leuk om gewoon even lekker te rijden en zo. En ja, ze stond hier eigenlijk nu gewoon een beetje stil. Aangezien ik haar niet echt meer reed de laatste tijd. En ja, ik deed wel gewoon vrijheidsdressuur en zo, dat was ook hartstikke leuk. Alleen, ik heb hier 3 hele leuke ponies staan waar ik vrijheidsdressuur mee kan doen. En ja, nu was het dus zover dat ik het nu ook gewoon met jullie kan gaan delen. Ik wil geen vragen het liefst. Ook niet echt DM's met, jullie waren zo geweldig, waarom? Dat doet me ook gewoon pijn, omdat als jullie dat zeggen, het is waarschijnlijk heel lief bedoeld. Maar ik lees dat liever niet. En ik zal er denk ik ook niet op reageren. Dus liever geen DM's of vragen. Ik zou het heel leuk vinden als jullie mij begrijpen en gewoon mij steunen. Dat zou ik heel, heel leuk vinden. En dus. Dit was het eigenlijk wel, denk ik. Dus ik hoop dat ik het zo een beetje oké heb uitgelegd. Ik hoef jullie natuurlijk ook niet alles te vertellen. Daar hebben jullie eigenlijk verder ook helemaal niks aan. Maar dit is eigenlijk gewoon de reden waarom ze nu weg is. Dus ja. Dus ja, soms moet je gewoon keuzes maken. En keuzes maken is natuurlijk niet iedere keer even makkelijk. Dat is gewoon eenmaal zo. Dus ik hoop dat jullie mij snappen. En ja, als jullie me niet snappen, dan maar niet. Maar dan hoef ik alsnog geen rot reacties of wat dan ook. Bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, verder heb ik eigenlijk ook niks te zeggen. Dus tot de volgende keer. Doeg!